Aanstaande zaterdag is het zover. Dan viert Him for the Weekend haar 5e verjaardag. Met een speciale uitzending op de zaterdagavond. Wat gaan we doen? We gaan een hele lange uitzending maken. Geen 2 uur deze keer, maar 6 uur lang. Van 6 uur 's avonds wel, maar dan tot middernacht. En we hebben bijzondere gasten. Ja, we hebben hele bijzondere gasten. Je had alvast iets op onze Instagram kunnen zien. Him for the Weekend 2020. Hou die sowieso in de gaten voor het laatste nieuws rondom de uitzending. Wat je hier allemaal ziet, dat is dan weg. We hebben een heel decor. We gaan gasten uitnodigen die iets met muziek komen doen. Dat wordt hartstikke gezellig. Kunnen we vertellen welke gasten? Ja, misschien al een paar. Ja, we hebben maar liefst 3 DJ's. 1 ervan hebben we eerder gezegd, dat ben ik zelf. Om 11:30 sluit ik de avond daarmee af. Om 9:30, als ik het niet vergis heb, ja. 9:30 hebben we Timothy Allen. Timothy Allen komt draaien om 9:30. En om 9:30 of 8:30 hebben we de eerste. En dat is Sentinel Groove, Pascal heet hij. En we bouwen het rustig op, dus we gaan er met de klapper uit. En onze laatste gast gaan we ook nog eens zeggen. Ja, het is namelijk zo, normaal gesproken maken we 2 uur radio en nu 6 uur, dat is eigenlijk 3 keer 2 uur. Wat betekent dat we 3 keer een gast hebben, een derde DJ als het ware, die lekker met ons meepraat. Aan het begin beginnen we tussen 6 en 8 met onze collega die onze social media gaat bijhouden, namelijk Hilke Haagsma. Ja. En dat is heel leuk, want die gaat ook allemaal stories maken tijdens de uitzending, dus dan kun je ons ook daar volgen. Daarna tussen 8 en 10 hebben wij een hele bijzondere gast, namelijk een best wel bekende Nijmegenaar eigenlijk. Ja. Namelijk... Udo. Udo, de beatboxer. Hij komt hier langs en we gaan natuurlijk even vragen of hij ook even wat van zijn kwaliteiten wilt laten horen en laten zien natuurlijk. Hij gaat ook lekker met ons meepraten. En, sluitend, tussen 10 en 12 hebben we iemand gast die ook 5 jaar... Ja, 5 jaar is, die... Dat was een keer het programma. House of Tonton bestaat 5 jaar. En tegelijkertijd daarvan is Miss Maggie onze derde en laatste gast die avond. En zij heeft beloofd een heel speciaal optreden voor ons voor te bereiden. Want hier achter ons komt een mooi podium te staan. Dus dan gaat ze het mooi optreden verzorgen. Ja, dus we hebben live muziek. En ook nog dat optreden van Miss Maggie dat de avond afsluit. Zaterdag dus, vanaf 6 uur tot en met 12 uur op RN7 televisie en radio, verjaardag van 5 jaar Him for the Weekend. Ik denk dat het best wel een beetje knalfeest wordt. Want hoor je Rick en Miek wel, dan is het net de rust gedaan. Je luistert RN7 en de radio staat aan. De leukste show is weer begonnen, het is hier altijd feest met Him for the Weekend. Je toch een